Rebecca is net de deur weer uit en de boel is hier netjes op dat naam. Ik heb niet genoeg voor de vaatwasser, maar de tafel is weer schoon, spik en span. Even zien. Die vlek. Nou, die moeten jullie nou wel, dacht ik, zien, hè? Dat vind ik vies. En hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag woensdag 22 april en we leven om 10:21. Ik ga zo meteen even eerst met Rijka eruit en daarna eten we wel en doen we nog koffie, etc. Want Rebecca die komt ook rond de deur vellen. Nou, dan ben ik mooi voor die tijd weer terug. De container nog even weer bij de weg vandaan halen, want die hebben ze nog niet bij de poort neergezet. Althans niet dat ik hem kan zien. Normaal kan ik hem zien, maar dat... misschien dat hij even een klein stukje verderop staat, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die even dan weer terughalen. Dan kan ik daar de kranten erbij in doen. En dan kunnen we weer opnieuw sparen. Ja, en Jan Verdam die mag dus niet komen nog, omdat het nog steeds corona is. Anders nam die altijd wel weer een hoop kranten mee. Want dat vond hij altijd leuk om een paar kranten mee te nemen van Den Helder naar Meloor toe. Nou ja, oké, kan nou niet. Ja, of ik moet ze per post sturen, maar dat kost ook weer allemaal geld. Nee, dat doe ik met me niet. Nee, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, wees welkom bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboelen. We maken er weer wat van vandaag. Ja hoor, komt allemaal goed, het is weer prachtig mooi weer. En dat hebben we gewoon weer in onze pocket. Ja toch? En ja, wanneer er weer regen zal vallen, het is allemaal weer keurig droog en er wordt weer brand en weet ik, we hebben ook wel alles tegelijk, vinden jullie ook niet? Jongen nog toe, maar ja, wij zijn er nog en we gaan door met die bananen. Ja, al is het nog geen banaan, maakt niet uit, wij gaan gewoon door. En met ademhalen, ik belde net de assistente van de huisarts gebeld. Om gewoon weer alleen nog medicatie weer te bestellen. Ja, één keer in de zoveel tijd moet je dat toch doen, want dat moet je toch hebben. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, kan het niet anders maken. Ja, daar waren we weer. Ja, Rebecca is net de deur weer uit en de boel is hier netjes. Op dat naam, ik heb niet genoeg voor de vaatwasser, maar de tafel is weer schoon, spik en span. Tafelkleed in de was die erop lag. Ik heb nou deze, die lag er al onder, maar die heb ik even een doekje overheen gedaan. Dat is gewoon plastic. Oh, daar gaat de telefoon, dus ik hang weer even op. Ik zou zeggen tot zo meteen maar weer. Ja, lieve vrienden, daar ben ik eindelijk weer. Ja, het heeft even lang geduurd, maar ik ben er niet eerder aan toegekomen. Ik kreeg vanochtend, of begin van de middag, nog telefoon, dat weten jullie. Nou, toen moest ik eindigen gelijk, maar dat was Karin. Oké, dat had ik afgehandeld, maar nooit meer aan gedacht, ik moet nog even terug. Nee, gelijk weer andere dingen doen, zoals een filmpje maken in elkaar en dat laten renderen. En toen kreeg ik onverwachts visite met een klein kindje. Nou, dat was voor Rijka ook. Heel erg eng, want ja, die ging me daar toch een pasje te keer, want kinderen, dat is er nog niet 1, 2, 3 gewend, en vooral van dat kleine spul niet. Oké, het liep dan al wel, maar dat vond Rijka maar niks. Die ging me te keren en te doen. Het bleef wel op afstand hoor, ze nam de kleine op schoot en ze is ook maar even geweest. En toen heb ik Rijka uitgelaten, nou, daar ben ik net weer van terug. En ik heb het filmpje al naar YouTube gebracht nu, dat was ook klaar. Nou, en dan ga ik een bakje koffie doen. En mijn vest uit doen, want ik heb het heet, eindelijk eens een keer. En ik, die laat ik nog eerst aan, want ik heb een sticker die hing los van mijn tuindeur. Van verboden te roken. Nou, die was toch ook helemaal verbleekt. En ik had ook met de verkeerde verflijm gedaan. Oh, hoi. Ook goeiedag. Verkeerde lijm gedaan, dus ja, ik hoop dat ik dat schonk in krijg.
met een schuurspotje of weet ik veel wat, we zullen het beleven. Oh ja, dat ding misschien. En dan met Gossex, wie weet. Ik kan het wellicht proberen. Ik heb hier zo'n leuk ding. En dat beschadigt de pannen ook niet. Dat is van gel. Ook dit ding is, het is hard, maar het is wel van gel gemaakt. En dit is weer een zacht of gel, weet ik hoe die troep heet. Ja? Dus dat gaan we gewoon straks proberen. Maar dan moet ik buiten zitten, want het is aan de buitenkant. En toch wel even iets aan dat ik het warm hou. Ja. Dus ik zal proberen. Ja, ik vind het zo'n rare vlek, jongens. Dat wil je niet weten. Dat wil ik toch proberen eraf te krijgen. Even zien. Die vlek. Nou, die moeten jullie nou wel, dacht ik, zien, hè. Dat vind ik vies. Vind ik smerig. Dus ja. Ik had het met een of andere kitsoort gedaan, weet ik veel. Maar dat is natuurlijk niet goed. Maar ja, het is er nou af en ik heb hem nog ergens leggen, geloof ik. Maar rijp voor het asfalt, maar ik moet het nog eventjes weer op mijn computer opzoeken. En natuurlijk komt er TIZT wanneer ik weer eens heb in mijn printer een nieuwe te hangen. Maar ja, een heleboel weten dat er hier niet gerookt mag worden, dus ja. En anders zeg ik wel buiten roken, niet in mijn huis. Absoluut niet. Ja, schat. Joho. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen en doe ik met een lach. Ja, onderin loopt er hier eentje te zeuren weer. Maar die heeft er eten op laten eten door Rijka. Dus ik heb nog van Kandel nog wat staan. En dat schotel ik er wel weer voor. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer hoor.